Mijn naam is René Goris en ik ga je iets uitleggen over de Tao-Land massages en over massage in het algemeen. En een aantal dingen waar je wat aan hebt in je gewone dagelijkse leven. Allereerst. Deze tafel is nu leeg. Deze tafel had de plaats kunnen zijn waar jij vandaag of morgen een massage krijgt of acupunctuur. Het kan alle twee. Massage en acupunctuur in Chinese geneeskunde heeft maar één doel, namelijk om ervoor te zorgen dat je weer jong wordt. Wat welke massage doet. Een oliemassage is voor detoxifatie. Dat betekent dat je zeg maar, afvalstoffen die opgebouwd zijn in de spieren door veroudering, door stress, door sport, allerlei dingen die je verkeerd doet in je leven, en dat is dus stress, sport enzovoort, die masseer je daaruit. Maar dat is niet voldoende, want als je dus afvalstoffen eruit haalt, dan zijn de gewrichten nog niet hersteld. En de gewrichten hebben een onderherstel nodig. En dat is een mobilisatiemassage. Een mobilisatiemassage wordt in Kung Fu traditioneel gebruikt om ervoor te zorgen dat je je mobiliteit terugkrijgt en daardoor gewoon allerlei bewegingen goed kan blijven maken en daardoor sterk en vitaal en snel blijft. Want dat is natuurlijk heel belangrijk in Kung Fu. Mobilisatiemassage is dus de optimale fysiotherapeutische massage. En is een fysiotherapeutische massage gebaseerd op Chinese geneeskunde. En daar speelt vooral het verhaal van Chuang Tzu een grote rol in. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat je geen inspanning levert en toch een maximaal resultaat verkrijgt. Dus dat is een kunst. Dat is een kunst. Masseren, goed masseren is een kunst. En goed gemasseerd worden is ook een kunst.